Hallo dames en heren, welkom terug in deze nieuwe Minecraft Survival. Vandaag wil ik eigenlijk werken aan ons nieuwe huis. Dit is natuurlijk een startbasis, ik heb natuurlijk al een dak boven mijn hoofd. Ik heb al een farmpje, ik heb al wat dieren om voedsel mee te kweken. Dus ik heb eigenlijk al een goede start gemaakt in deze, in de vorige afleveringen. Heb ik al een heel goede start gemaakt. Maar voor nu wil ik eigenlijk natuurlijk mijn echte huis bouwen waar ik eigenlijk voor altijd wil in gaan wonen. En heb ik al gezegd in aflevering 1, wil ik graag hier doen, op deze... Ja, ik weet niet, een soort van heuveltje, mooi bij het water. En water vind ik sowieso al heel mooi in Minecraft. Dus daarom wil ik eens kijken waar ik ergens mijn huis kan gaan bouwen. Ik denk dat ik hier ergens, mijn huis ga bouwen. Misschien, ik heb een leuk idee, jongens. Ik heb echt een leuk idee. Ik kan misschien, even nadenken. Oh, is dat een grot? Dat meen ik niet. Oh, dat een grot was. Oeh, echt een grot onder mijn huis. Dat komt niet goed. Maar ik denk dat ik hier ergens mijn huis gaan bouwen. Gewoon hier in het begin. Ik ga even alle bomen hier weghakken om natuurlijk een mooi overzicht te krijgen. Dus ik zie je allemaal terug wanneer de bomen allemaal zijn omgehaakt. 1 hour later. Ik heb een groot deel weggehaakt van de bomen, maar het is tot natuurlijk nacht zoals we zien en dan ga ik even slapen. Zo, al een groot deel weggehaakt hier. Want ja, hier wil ik echt mijn huis gaan maken op dit plekje. Oh ja, dat is wel ook wel mooi dit hoor. Mooi hier. Oh, echt, ik heb zoveel ideeën nu. Maar ik denk dat ik het op deze hoogte... op deze hoogte gaan houden, denk ik. Want eigenlijk wil ik mijn huis met een heel mooi hout maken. Of zou ik met deze hout maken? Met gewoon standaard hout. Nu wil ik eigenlijk even mijn huis gaan afmeten, zeg maar. Ik wil ook dit behouden. Mooie boog hier. Altijd moeilijk in het begin, hè? Je huis afmeten. Oké, ik kan eraan beginnen. Gewoon random beginnen, Robin. Zo. Ik ga dit dan niet bouwen, trouwens, hè. Oké, dit heb ik al, Wil ik hier misschien een raam in gaan doen, dan later natuurlijk, hè, bij de afwerking. Maak ik... ook zo doen. Dan ja, zo doe ik het. 1 hour later. Dan wordt hier de deur. Ja, ik denk op zich dat het echt een mooi huis wordt, jongens. Dat is natuurlijk maar gewoon hè, de plattegrond, zogezegd, de plattegrond. Maar op zich vind ik het al heel mooi gemaakt. Ik heb natuurlijk een heel mooi ding hier. Even opvullen. Oké, allemaal ramen plaatsen en zo van die dingen. Dus dat is helemaal mooi. Hoop ik toch, alleszins. Nice, moest dat mooi zijn. Oké, nu ga ik even in de hoogte werken. Even zien wat de ramen zo moeten komen. Nice, oké. Ik wil misschien planken maken met dit. Deze planken. Zo, dat is dan klaar. Dan ga ik hier. Ik moet eigenlijk ook gaan zien hoe de muurindeling eruit gaat zien. Even dit zo bouwen. Zo, en dan gaan we even verder kijken. Dit wordt de dingen. Kan ik een deur maken? Waarschijnlijk niet. Nee, boeit ook even niet. Oké, wat ga ik doen? Even opslitsen. Oké, ik kom door de deur. Dan moet ik eigenlijk... van hier een deuropening. Zo. En dan twee deuropeningen, dat dan twee dingen zijn. Ik ga twee breed doen. Hier ga ik wel de trap maken trouwens. Ik ga hier de trap maken, jongens. Ik ga eerst een ander mooi hout hakken, jongens. Ga ik even naar de andere kant van dat eiland. Daar zie je allemaal van die mooie bomen staan. Ga ik even allemaal hakken. Niet allemaal, maar toch een paar hout hakken. Even mijn boot van de vorige aflevering waarmee ik verdwaald ben geraakt. Daar was ik dus verdwaald geraakt, hè. Hier, op dat water. Oké, even hakken, jongens. Nog van die grote bomen. Wel, heb ik nu in totaal... ja, dat is wel nice, 41. Huppa, toch aanwezig. Ik ga een trap maken van het mooi hout. Dus even wat planken van maken. Niet allemaal opgebakken. Pak zoveel nog even over. Een stek planken. Maak ik hier even trapjes van. Niet te veel. Zo, dat is wel nice. Even pakken. Deur maar even weg. Oké, dat doe ik te breed. Hè. Dat doe ik altijd. Ik denk dat ik het zo doe. Ja, zo. Zal ik het zo hoog doen? Dat, nee, nog één hoger. Maar zo is nog één hoger, jongens. Zo is nog één hoger. Anders gaat het plafond echt boven je hoofd hangen. Allee, boven je hoofd hangen is niet echt heel mooi. Het is eentje hoger. Zo, dan is het dak. Of ja, het plafond zo hoog. Dat is goed, hè. Ja, dat is goed. Trouwens, we hebben wel aan het denken aan een kistenkamer. Helemaal vergeten. Wat doe ik allemaal? Gewoon eten, man.
Want ik mag uiteindelijk is de kamer in mijn survival altijd. Misschien gewoon in de grond. Dat ik hier een trap maak of zo in de grond. In de kelder, zo gezegd. En dat ga doen. Van aparte kistenkamer, gewoon buiten mijn huis. Kan ik ook wel doen. Ja, ik kan wel zien, jongens, hoe ik het ga doen. Gaat wel allemaal zien. Wordt echt mooi, jongens. Dus dan trap naar boven. Dan denk ik hier even zo, denk ik. Zo gaat het mooi gaan zijn. Even de hout takken. Dan even ook dit even zo plaatsen. Doe ik even hier hoog. Ik het zo maken. Mooi uitziet. Beetje zo een. Ja, zo'n ingang. Ja, maar joh. Dit huis wordt echt kakmaat. Ik kan het nu al zeggen. Wacht. Of misschien dit dan even weghakken. Ik kan het misschien zo maken. Ik denk dat het mooier uitziet. Ja, dit ziet er mooi uit. Ziet er mooi uit. Oké, dat is ook al één ding. Kom ik zo binnen. Dat is wel. Dat is op zich wel. Maar dan zal dat natuurlijk niet uitkomen, hè? Dat kan niet uitkomen. Ik ga het zo maken. Dat is wel een heel grote deurgang. Maar dat maakt op zich niet uit. Dit even achterwege laten. Even openlaten dan. Dat is even een raadsel dat we even moeten zien straks. Boven dit ding is klaar. Hoe de trap eruit komt, dat is klaar. Even hier even kijken. Ik ga volgens mij hier mijn dingen van maken. Weet eigenlijk niet wat ik allemaal ga maken in deze ruimtes. Ik ga dat improviseren, jongens. Ik weet niet of jullie het merken, maar ik ben echt dik aan het improviseren. Dat is al één raam. Ik ga ook een raam maken, hè. Gewoon doen. Ik ga ook gewoon een raam maken. Ik heb hetzelfde bouwen. Dus, dan deze. Dan heb ik weer al een mooi raampje erbij, hè. Ik vind het toch een heel mooi raampje, dus. Ik heb echt te veel ideeën voor dit huis. Het is allemaal moeilijk om ze uit te werken. Dat is meestal altijd het geval bij ideeën. Het is leuk in je gedachten, de ideeën, maar in werkelijkheid, de uitvoering, is altijd ietsje moeilijker dan sowieso even dichtmaken. Zou ik ook glas in doen? Ik ga volgens mij glas in doen. Dit is dan de volgende kamer. Robin, doe normaal met maken van het spelen. Dat is voor kleine kinderen gemaakt. Als kleine kinderen kunnen, dan kan jij dat ook. Dames en heren, ik wil allemaal bedanken voor het kijken naar deze video. Hebben toch wel wat redelijk veel gedaan. We hebben natuurlijk even weer geüpdate. Het huis aan begonnen. De boom weggehaakt. Het huis op zich. De plattegrond ervan gemaakt. De bovendieping een beetje gemaakt. Dus ja, dat is allemaal nice en goed. Volgende aflevering gaan we waarschijnlijk verder werken aan het huis. Waarschijnlijk wel. En ik hoop volgende aflevering dat huis ook klaar is. Anders, ik ga volgens mij iets rond. Ik ga 3 afleveringen doen rond het huis. En na de derde aflevering gaat het huis ook klaar zijn. Tja, blijf zeker kijken naar de Minecraft video's straks weer. Mijn dames en heren, vanaf kijken en tot de volgende video. Bye bye.